Ik wil meer op Twitch gaan streamen en daar wil ik wat andere games doen dan op mijn YouTube-kanaal. En morgen op 16 november om 7:30 ga ik de nieuwe game Star Wars Jedi Fallen Order spelen. Kom lekker meekijken, volg me even alvast, link in de beschrijving. Go! Go! Nee, je gaat niet redden! Yo kijkers, mijn naam is Dante en welkom in een nieuwe video van Luigi's Mansion 3. Jullie vonden de vorige video weer erg leuk en daarom ga ik er dus mee door. En smash even op die like als jij niet wil dat er vannacht een spook in je kamer zit. Oké, sorry dat ik dat heb gezegd. Het spijt me enorm. Nee, maar vandaag zijn we weer terug in Luigi's Mansion en ik weet eigenlijk niet waarom ik in de garage ben. Waarom ben ik hier eigenlijk heen gelopen? Nou, maakt niet uit. Dan gaan we weer gewoon met de lift. Ik weet eigenlijk niet waar we de... Oh, ik schrok me dood, ouwe. Luigi bestaat uit het element goo. Dat is slijm. Slijm reageert op de frequentie van boos. Dus als er een boe in de buurt is, dan reageert het slijm door te trillen. Wat boeit het? Oh, ik moet gewoon veel boos vangen. Concertzaal. Kijk dit, hè. Wow. Kijk, zijn oren bewegen ook als ik dit doe. Kijk. Hey Luigi, als je ooit met spoed terug naar het laboratorium moet gaan, heb ik de perfecte oplossing voor je. Speciaal voor jou heb ik een transportsysteem ontwikkeld. Je hoeft enkel de VB te openen en het laboratorium te kiezen. Zo simpel is het. Hallo? Oké, dit is niet leuk. Hoezo moet ik er overheen? Got him, boys. Ik heb je. Dat was een heel brul, want volgens mij deed ik het niet op de goede manier. Maar alsnog, je gaat eraan. Ik dacht echt, iemand heeft een toverspreuk op gedaan. Maar het was gewoon een spook die wou naaien gewoon. Wat een stom spook. De popcornmachine. Boom. Ja. Dukaten. Oh, en we hebben een magic note. Oké, dat is de gem van deze floor. Ik zag gewoon inderdaad met muziek en ik zag ook een trombone en hier een... En de piano, dat was het. We kunnen hier naar de zijkamers. Maar, oh nee, dat zijn gewoon de wc's. Ik denk dat we gewoon hier doorgaan. Als we erheen kunnen, dan gaan we erheen. Oh, hier is een concertzaal. Ze hadden inderdaad gelijk. Oh nee, dat is dood. Gaan we nou dood zeven? Kom op, je kan... Wat nu? Hij gaat sowieso met vuur schieten. Oh, wat is dat nou weer? Je moet er sowieso eens zo'n ding opzuigen. Hey, die pleuren op mij. Oh! Moet sowieso ergens dark light. Oeh, ik juke ze allemaal net. Zo. Straks ga ik hier nog dood, man. En dan faal je. Of zo. Zo, sorry. Oh, dat hoort. Oh ja, daar komen de dansers. Oh my god. Wat een mooi pakje. Boom. Oh, wat ze hebben anti-stun glazen. Dan moeten we gaan zuigen. Oké, dat is al één. Dan kunnen we de ander hiermee gaan kapot slaan. Kijk uit. Nee. Kom op. Kijk, nu kunnen we. Nu kunnen we. Boom. Yes. Oeh, concentratie. De dansers doen het echt heel goed. Het ziet er heel mooi uit. Oké, hier. Maar sorry, ik moet jullie doden. Hoppa, let's go. Ik heb je helaas niet geraakt. Boom, als allerlaatste. Kan ik er niet op die guy smijten? Nee, helaas, maar wel op het podium kan ik je smijten. Ja, het spijt me enorm. Die is een beetje agressief. Wow, hij possessed de piano. Hij is de piano. We gaan een boss battle doen tegen een piano. Oeh, dat is niet zo best. Dat is niet zo best. Dat is niet zo best. Hij voorspelt gewoon waar je heen gaat houden. Oeh. Ik wist niet dat hij die shockwave ging doen. Ik dacht, misschien kan ik hem daarmee aanvallen. Oh ja, daar moet ik een bom doen. Au, dat, wat? Nee, doe nog eens. Doe nog eens. Oh nee, dan gaat hij weer het riedeltje opnieuw doen. Ik moet zo'n bom pakken en die tegen de maan smijten. Maar hoe ga ik dat doen? Ja! Oh, ik richtte hem zo perfect! Huh? Plopper! Hoe doe ik plopper? Hoe lang blijft hij? Oké, volgens mij ben ik op tijd. Let's go. Oh, ik was vergeten hoe ik plopper deed houden. Hij is naar buiten gegaan. Ja, go, go, go. Je dropt muzieknoten. Oh, zo, ik heb geluk.
Wanneer komt de shockwave? Ja, maar nu ben ik done. I did it. I did it. Luigi, ren voor je leven, ouwe. Alweer de toetsen? Ik moet sowieso iets doen. Ik moet iets doen. Oh, nee. De bommen. Bam, die zit erin. Oké, go. Naar achter. Cut here, bro. Oh, daar gaan al je muziek dingen. Ik wacht tot hij dichtbij gaat komen, maar dat doet hij niet. Hij gaat met zijn gekke spinnenhanden. Hier, go. Nu moeten we hem alleen nog maar onder controle houden. Let's go. Oh, nee, sorry. Oeh, ja, ik heb hem nog. Oeh. Nee. Ja, let's go. Kom op, maak hem af. Eén keer. Nee, nog één keer. Nee, waag het niet om terug te gaan naar de piano. Waag het niet om terug te gaan. Yes. Oh, kom op, yes. Oh, eindelijk, maat. Oh, bravo. Ja, maar jij kan niet zomaar opspringen. Oh, Toad. Welcome back, dude. Ja, schijn hem lekker in zijn oog, joh. Nee, mijn laboratorium, dus breng hem maar naar de lift. Meneer Toad, ik schijn even keihard in uw gezicht. Boem. Kom maar. Hallo, ja, goed zo. Zo, je bent wel erg blij. Ik heb net een boss battle gehad, Toad. Ik trash talk gewoon, want dan voel ik me beter terwijl ik een boss battle doe. Ja, sorry dat ze... Wat doe je? Loop, wat doet hij? Ik maakte ook de deur zo open. Wat is dat nou? Je wordt afgekeken door de vrouw die het hotel runt. Ja, oké, dat zijn wel erg veel beeldschermen op één camera. En dan zie je twee Toads en Prison Speech. Oh, en natuurlijk je grote broer. Hebben we nog wel even te gaan, denk je? Ja, inderdaad. Ik ben even mooi weg hier. Ja. 6, ja. Let's go, we zijn op de helft. Ja, dat is inderdaad best wel zo. We zijn echt al 4 uur bezig zo'n beetje. En de game is 10 uur. Of als je iets lang over doet zoals ik, 13 uur. Ik vind het gewoon leuk om dit te doen in de lift. Yes, we zijn 6, nu is het een zwaard. Oh ja, ja, dit zag je in die treehouse. Dit is Romeins thema. Ik had ook de boss battle gezien, die was echt sick. Kijk, nu beginnen we echt pas de thema's te krijgen. Echt vanaf nu. Dus we hebben nu muziek gehad en nu dus Romeins. Nu is de hype. Er, de hype. Jij hebt geen zwaard, makker. You are fake. Of die heeft gewoon even een spook lekker gepakt om te gebruiken. Coole muzak. Oh, daarachter is een kist. Die zie ik wel, maar hoe kom ik er in hemelsnaam te bij? Ik zie het al. Zo moeten we de gate openmaken. Nee, dat kan niet eens. Help. Wat heb ik ook alweer allemaal? Oh, ik weet het denk ik al. Wat als ik zo doe? Oké, wat moet ik doen? Om die gate open te maken moeten we er juist aan trekken. Maar hoe wil je daar in hemelsnaam gaan komen? Hoe is die rat daar überhaupt gekomen? Ja, oh ja, jij loopt... Oh, ik ben echt de domste jongen ter wereld. Thanks, Luigi. Boom. Jij was aan het bewegen, senior. Oh, dat waren gewoon muizen. Ik dacht gewoon eventjes een lekkere spook waar we even lekker fun mee kunnen gaan maken. Nou, ik ga door naar de volgende kamer als je het niet erg vindt. Hoe groot is deze kaart ook? Het is best wel groot. Kijk, hier is de arena volgens mij. Ja, kijk. Hier binnen is de arena. Dit zat in Treehouse vanaf hier. Dit is best wel cool. Kijk, boem, schiet hem in de arena. Kan ik hier niet gewoon een plopper? Een plopper, plopper, oh nee. Ja, laten we doorgaan. Oh jee, hier hebben we gewoon een ding. Eina ding. Een kist. Maar deze kan ik dan weer wel. Deze weet ik dan weer wel. Ja, of ik moest met Luigi iets doen, maar ja, I don't know. Let's go. Oké, lekkere tomaten en muizen. Wow, dat is veel goud. That's much gold. Hoezo is dit niet goed dan? Hoezo dan, hè? Hè? Kan ik niet met Luigi hier gewoon doorheen? Nee, dat kan niet. Kom op, wat moet ik doen?
Kan niet deze doeken eraf halen? Nee. Kom dan, hè. FBI, open op. Hier kan ik ook niet bij, maar hoezo? Hé, hey, die muizen vallen me aan. Sinds wanneer kan dat? Hé, hey, wat? Stop eens even. Ja, maar ik pak de hele tijd die verdomde meloen op. Kom maar in mijn stofzuigertje. En jij ook. Hier komen. Goed zo. Oh, je krijgt gewoon hartjes van die tomaten. Ik denk dat ik het al weet. Dat was echt heel dom. Tu-tu-du-du. Hij heeft floor 1. Of is dat 7? Thanks, mam. Je bent echt awesome. Hallo. Verrassing, ik ben er ook nog. Ze waren lekker aan het sparren met elkaar. Nou, ik weet niet of je dat sparren noemt. Ik heb 2 geesten. Je kan echt helemaal niks. Hoppa, ik heb je ook al. Hier komen jij. Boom, boom. Even alle ducaten opzuigen. Ik wil eigenlijk wel wat meer gaan exploren de ruimtes. Maar ik wil eigenlijk ook gewoon heel snel overal doorheen. Zodat jullie lekker kunnen blijven genieten. Nou, jullie hadden wel coole zwaarden, moet ik zeggen hoor. Oeh. What's this, my dude? Boom. Hey, geld. Bedankt. En kraaien. Ga weg. Hier, kom in mijn stofzuiger. Oh, ze hebben gewoon geld op zak. Bro, welke kraai heeft nou weer echt 10 euro op zak? It's a trap. Welkom bij Guigi. Dat is best wel obvious. Bro, dit had echt een van de eerste puzzels met Guigi moeten zijn. Dit was echt de allermakkelijkste. En hier nog meer ducaten. Later, Guigi. Hieronder zit ook echt spinnen. We hebben... Ja, de makkelijkste puzzel ooit. Loop ik er gewoon recht in. Best gevaarlijk dit hoor. Je kan gewoon in één keer dood zijn. Wauw. Dat wou ik niet eens doen. Flopperschot op uw schild, meneer. Boom, weg met schild. Ho, weg met u. Woehoe. Boom, 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 boom. Oké, okay, nou, oh, wat? Oh, dat is nog zo'n heel stom spook. Oh, die gooit me dingen. Ik denk dat het spook is die met dingen gooit. Dat deed ze ook de vorige keer. Kom maar bij papa. Waar ben je onzichtbaar, rotspook? Got him. Ik heb hem. Zo. Bro, kan je ook even wat rustiger doen? Oké, maak ook even meteen al deze tonnen kapot. Goed zo. Oh, zo. Huh? Oh, je kan doodgaan door een banaan. Oh, ze zitten altijd in van die tonnen of met iets waar ze kunnen gooien. Dus als je die gewoon kapot maakt, dan zit je eigenlijk wel gewoon goed. Oké, dat is wel nice. Let's go, we clear the room, man. Oh, daar links zit een opening. Ja, dan kunnen we naar de gym. Maar hoe komen we daar? Gewoon zo. Oh, muizen. Kom maar allemaal in mijn stofzuiger, want jullie vallen me blijkbaar aan. Yay, ik heb het goed. Zwaard, let's go. We hebben echt op elke floor 1 of 2 gems. Ik wil dan ook even deze openmaken eigenlijk graag. Zo, hoppa. Oeh, de key. Hadden we die serieus ook nodig voor deze kamer? Oké. En tomaten. Nou, key voor mij. Jee, echt een mega sleutel. Hoe past dat in je broekzak? Nou, doe hem erin. Oh, hij verdwijnt. Kijk, hè. Oh, alweer. Dat is echt al 6 keer gebeurd. Oh, een trap. Dit keer zie ik het. Het is gewoon toch hetzelfde met Guigi, sowieso niet. Je kan ze wel wat beter verstoppen, meneer. Oh, kijk, wat? Wat loopt hij zomaar? Hey, dat ligt serieus aan mijn switchcontroller. Ik maak echt geen grap. Volgens mij kan dat serieus iets zijn met je switch... Volgens mij kan dat serieus iets zijn met je switchcontroller. Dat die zo afwijkt naar een bepaalde kant. Volgens mij heb ik dat ergens een keer gelezen. Ik praat nu echt even in bullshit. Kijk, Guigi kan daar tegen. Oké, dus dit moet je allemaal met Guigi doen. Want kijk. Oh, ja. Nu vliegen er dan weer ducaten uit de lucht. Maar net vloog een hel... Oh. Ja, Rip. Dat was eigenlijk wel geld wat ik wil oppakken. Switchen we even. Doe maar niet eigenlijk. Ik weet het. Je moet de vlam daarheen doen. Huh?
Darklight ook niet. Kan ik de vlammer niet terug induwen? Oh, kijk, ik heb een torch. Wacht, hè. Kijk. Yes! Oh, dat is zo cool. Hier, brand door het spinnenweb. Bam, oké, dat is gevaarlijk, Luigi. Wat, dat is zo cool. Dus je moet ook nu echt gewoon zo gaan nadenken. Zo moeilijk gaat het worden. Oh, nee. Daardoor raak ik best wel gestrest eigenlijk. Want als ik het nu al niet kan. Nou, ik heb het wel uitgevogeld. We kunnen naar boven, dat betekent volgendekamer.nl. Hier wel gold bars, maar daar kunnen we niet bij. Doei. Oh. Sorry, Luigi. Ik moet je even achterlaten. Je moet weer even de lift naar beneden doen. Hello, senor. Muis. Oké. Okay. Luigi, weet je wat je moet doen? Hier moet je... Nee, gaat hij doen. Dan ben je toch ook dom, man. En ja, dan kwam je niet naar buiten. Ja, ja. Wat, oh, dan kunnen we weer met de lift naar boven. But why would we want to do that? I have no idea. Dat is echt een dikke troll. Doen we niet gewoon nu door? Ja, ik wou net zeggen. Oeh, Minit Key. Gem zit daarin. Maar waarom zou ik weer naar boven willen? Oh, ik weet het. Nee, kom terug. Ik weet niet of dit de oplossing was. Maar dat ze wel heel... Oké, okay, ga niet in een grafkist staan. Ja. Vrij duidelijk als je mij vraagt. Oké, dit zijn de Wandering Traders. Nee, die gaan arrow schieten. Ha, Goichi. You can shoot all you want. Get owned, son. Oh, dat is water. En dan ga je dood. Ik zie het al. You can shoot all you want, man. Boom. Yes, let's go. Stort lekker in. Heerlijk dit. Heerlijk. Wij kunnen gewoon door water. Nee, dit leidt allemaal tot een Oh, nee, never mind. Oké. Okay. Ja, ja, tot zo'n stomme rotjam. Zo'n bot ben ik trouwens wel blij mee nu toch. Zo'n bot vind ik best wel chill ook voor een let's play. Zodat ik niet alles opnieuw hoef te doen. Ja, als je het niet erg vindt. I don't really... What? Oké, okay. Ja, dat is, daar word je vrij bang van. Ja, doe iets. Oh nee, oh, ik moet ze allemaal. Ja, nee, dat wist ik wel, maar dat is niet wat ik bedoelde. Ze draaien zich al automatisch om, dat is heel chill. Oké, okay, let's go, ja? Yay, gaan we celebrate. Maar ik wil even snel door naar de volgende kamer om af te sluiten. Ah. Okidokie, we're in pretty... Oeh, I juked it. Oh, dat is gewoon een piranha. Dan was je wel hartstikke dood. Bam, er doorheen. Oh, nu kan hij bij de muntjes. Maakt niet uit. Zuig aan de bal. Kijk, dit is om te laten zien. Oeh, Koichi moet erbij, maar dan doe je dit. Zo. Oké, lekker bezig. Dr. Goo. Oh, ik moet hier bij de key. Gewoon. Hoppa, let's go. Nee! Oh, wat zet. Nu kom je nooit meer naar buiten. Oh! Wat? Ik moet iets doen. Ik moet iets doen. Maar wat? Wat moet ik doen? Ik weet het al. Nee, ik weet het niet. Oh, nee, ik weet het al wel. Ja, ik heb het nu verkeerd gedaan. Luigi, je bent dood. Tenzij... Doe iets! Go! Go! Nee, je gaat niet redden. Oh! Auwe! Auwe, dat was zo enorm close. Dat was zo close. Oh my god. Oh, dat was zo enorm close. Je hebt wel wat damage genomen, maar dat was gewoon een spike in je rug.
Wauw. Oh my damn. Oh, mooie oogballen die naar mij kijken bovenaan het beeld. Heerlijk om dan ook dingen te gaan doen. Het is echt geweldig. Dit doet me echt denken aan Little Nightmares. Kijk die ogen. Nieuw. Ha, I juke you. Ga maar naar beneden. Ga dan, hè. Ha, ik kan er gewoon doorheen. Lekker voor je. Lekker voor je. Hier zit de kist. Ik moet sowieso dat tandwiel gaan draaien. Wat zijn dat voor gekke knuffels? Hallo? 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 Draai dan het verdomde tandwiel. Dat is niet moeilijk. Zo, Luigi, even Luigi, je bent er net gezet. Kan je niet gewoon dit met Luigi doen? Oh, wat? Jij krijgt hiervan ook damage. Oeh, ik heb het letterlijk zojuist gedaan. Oh, nee, ik deed het gewoon. Als ik er gewoon niet van af was gelopen, dan was echt dom. Oké, yes. Dat ging best wel goed. We gaan naar de volgende kamer. Hopelijk dan net geen boss battle. Smash even op die like als je dit super duper awesome vond. Ik denk het niet. Omdat ik eerst een half uur aan het reetje was om een boss battle. Nee, maar het was wel echt een hele lastige boss battle. Daar ben ik wel blij mee. Dat klinkt weird, maar smash even op die like als je dit super awesome vond. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!